super leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik heb een Hema shoplog voor jullie. Ik weet eigenlijk niet of ik al eerder een Hema shoplog heb gedaan met alleen maar Hema spullen. Ik heb natuurlijk wel eens wat spullen laten zien die ik bij de Hema had gehaald. Maar volgens mij heb ik nog nooit echt een specifieke shoplog opgenomen met alleen maar Hema spullen. Ik vind het zelf altijd leuk om even bij de Hema te snuffelen. Ik heb zelf helaas wel een hele kleine Hema, dus het assortiment is echt een stuk kleiner. Maar ik had al dingen op het oog en die hadden ze gelukkig gewoon op voorraad daar. Dus ik heb een aantal spulletjes gekocht. Het is niet superveel, maar ik ga jullie toch even laten zien wat ik bij de Hema heb gekocht. Ik zal de prijzen even in beeld neerzetten van wat alles heeft gekost uiteraard. Ik begin even met dit setje met sokken. Ze hebben namelijk bij de Hema van die funny sokken en ik zag deze en er staat echt op time fries when you have fun. En hier staan dus patatjes op. Het lijkt een beetje op van die doosjes van de McDonald's met Franse frietjes erin, maar ik vond deze zo leuk. Ze hebben één maat, maat 36 tot 41, dus eigenlijk kunnen de meeste mensen ze wel aan, tenzij je hele kleine voeten hebt of misschien net wat grotere voeten. Je hebt ze in verschillende designs. Je hebt ook broodjes hamburger heb ik gezien. Ja, echt heel veel andere dingen. Maar ik vond deze wel echt super leuk. En aangezien ik heel erg van frietjes hou, vond ik deze echt heel erg tof. Ze zijn voor 56% gemaakt van katoen. Er zit 43% polyamide in en 1% elasten. Ik vond in ieder geval hele leuke sokken. Je kunt ze ook wassen op 40 graden. Dus ik zag deze en ik dacht, ja, ik zie deze al wel helemaal aan mijn voeten prijken. Dus al met deze sokken ben ik in ieder geval heel erg blij. Dan heb ik een verjaardagskalender gekocht en dat is deze. Ik had eigenlijk nooit een verjaardagskalender, maar ik vind het altijd wel leuk staan om gewoon op te schrijven van hè, wanneer is iemand jarig. En ik vond deze wel heel erg leuk, want hier staat een tackle op. Van deze lijn met die tackle hebben ze ook echt super leuke schoolspullen. Dus mocht je nou op zoek zijn naar schoolspullen, is het zeker de moeite waard om eens bij de Hema te kijken. Want ik kan me herinneren, in mijn tijd hadden ze echt niet zulke leuke schoolspullen als nu. Maar goed, ik vond deze heel leuk. Je had hem in verschillende designs ook. Ik vond hem ook goed geprijsd voor de Hema. En hier staan dus dieren in. Je hebt hier bijvoorbeeld een hondje met lieve heersbeestjes. Dit is dan januari. Nou, er zit ook een poesje in. Daar word ik natuurlijk heel blij van als kattengek. Ik zal eens even kijken wat we nog meer voor beestjes hebben hoor. Ik ga niet alles natuurlijk laten zien, maar ga er een beetje random doorheen. Je hebt ook bijtjes hier. Ja, echt gewoon heel erg leuk. Je hebt hier ook nog weer een poesje. Ja, nog een tekkeltje. Je hebt echt hele, hele leuke afbeeldingen erin. Het handige is dus ook gewoon, ik wil even kijken welke bij mijn maand, wat voor diertje daar staat. Ik ben van september, dus daar ben ik wel eventjes benieuwd naar. Een hond. Nou, het handige is dus, je hebt hier gewoon lijntjes, daar staat dus het nummer voor en daar kun je dus gewoon opschrijven van wanneer iemand jarig is op de lijn, wat er heel netjes uitziet. Ik vond dit soort dingen ook altijd heel erg leuk om in het toilet te hangen bijvoorbeeld. Nou hoef ik dat bij mijn toilet niet te doen, want bij mij zit er mijn douche zit in mijn toilet, dus dan is die binnen no time natuurlijk helemaal niet meer mooi. Maar ik vond deze wel echt heel erg leuk, een hele leuke kalender. Dus ja, echt gewoon hele leuke lijnen hiervan. En deze kalender die vond ik heel erg leuk. Dus die is lekker meegekomen. Dan heb ik iets gekocht wat ik al een tijdje op het oog had en elke keer uitverkocht was. Hema heeft namelijk sinds kort hervulbare oogschaduwpalettes. Je hebt twee varianten. Je hebt er eentje waar 6 kleuren in kunnen. Het is trouwens wel een beetje raar, hè? Ze hebben, kijk, je ziet hier zo, eigenlijk hoort het palet er zo, maar je moet hem omdraaien om de tekst te lezen. Dat is niet zo heel erg handig. Dit zijn dus gewoon van die doosjes en hier kun je dus oogschaduwkleurtjes in doen. Die kun je dus zelf loskopen.
Waardoor je dus eigenlijk een heel eigen paletje kunt creëren. Want ja, je hebt soms ook wel oogschaduwpalettes en dan zit er bijvoorbeeld kleuren in die je niet zo mooi vindt. En met zo'n setje kun je dit dus helemaal zelf samenstellen. Dit is dus de grote variant. Ze hebben ook een kleine variant. En hier passen dan 3 kleurtjes in. Die zien er zo uit. Dus eigenlijk ja, ook hele... De formaatjes zijn ook weer heel handig om mee te nemen. Dus mij leek dat wel leuk. Hier heb ik natuurlijk een aantal dingetjes bijgekocht. Ik haal het even uit het zakje, uit het tasje. Ik heb allereerst 2 spiegeltjes meegenomen. Deze waren nu afgeprijsd. De prijs die je in beeld ziet staan, die heb ik ervoor betaald. Ik heb het opgezocht. Normaal zijn ze €1,25, maar volgens de website zijn ze nog steeds in de uitverkoop. Je hebt dus eigenlijk gewoon een heel klein spiegeltje. En ja, die kun je hier dan gewoon zo inzetten, denk ik. Als ik het zo bekijk. Dus die kun je dan hier zo bijvoorbeeld inzetten. En dan kun je er nog wat kleurtjes naast doen. Ik heb er dan 2 meegenomen, omdat ik natuurlijk ook 2 spiegeltjes heb. Of 2 doosjes moet ik zeggen, sorry. Dus 2 spiegeltjes omdat ik 2 doosjes heb. Dus ja, ik heb er daar dus 2 van meegenomen. Helemaal omdat ze nu in de aanbieding zijn. Dus die. Ik heb 3 kleurtjes oogschaduw meegenomen. Ik moet zeggen, de oogschaduws zijn wel wat duurder. Het is namelijk ook een hele tijd een hype geweest op make-up gebied om je eigen palettes te vullen. Dat komt bij Catrice en bij Essence. Die zijn er inmiddels mee gestopt. Ik heb hier dus 1 oogschaduwkleurtje meegenomen alvast. Ik heb er in totaal 3 meegenomen. En ik heb zoiets van, dan kan ik ze later aanvullen. Ik ga hem er wel eventjes een beetje, ik ga hem er even uithalen hoor. Even kijken of er ook een naam op staat. Dat zou wel heel fijn zijn. Maar dat zie ik zo niet staan. Er staat ook geen nummer bij. Misschien op het kleurtje zelf. Dolce Vita is dit. Zo zie je hem net iets beter. En die druk je dan dus ook gewoon zo in het paletje. Het zijn niet hele grote pens, maar ze zijn vrij basic. Deze oogschaduws, die zijn ook, zitten geen plastic in, geen siliconen en ook geen minerale oliën. Dus dat is natuurlijk wel top. Ik zie hier nu trouwens op de achterkant de naam staan. Dus dat is allereerst deze. Dan heb ik ook dit kleurtje meegenomen. Dit is de kleur Crystal Copper. Zoals ik zei, ze zijn wel iets duurder. Er zit 1,2 gram in. Maar ik zag op de website dat ze er ook een aantal hadden die nu heel erg afgeprijsd waren. Bij mijn HEMA was dit niet het geval. Maar ik moet ook zeggen, doordat ik een kleine HEMA heb, is het assortiment ook een stuk kleiner. Dus ik zou ze dan bijvoorbeeld wel online kunnen bestellen of gewoon een keer in een grotere HEMA kijken. Maar dat is dit kleurtje. Ik kan hem nog wel eventjes uithalen voor als je het beter kan zien. Maar ik krijg deze niet zo makkelijk open als de rest, zie ik. Dus dat gaat hem helaas niet worden. En de laatste kleur die ik heb meegenomen is Almost There. Dat is deze. Dan heb ik gewoon alvast wat kleurtjes die erin kunnen. En dan kan ik hem gewoon in de loop der tijd gaan aanvullen. Dus dat zijn deze. Dan heb ik iets gekocht waar ik eigenlijk wel heel blij mee ben. En dat is een labelmaker. Een tijdje terug had Action labelmakers. Die waren in mum van tijd uitverkocht. Ze waren ook super goedkoop. Maar toen ik bij de Action kwam, toen zeiden ze... Die hebben we niet meer. Krijgen we voorlopig ook niet meer. Ze wisten niet of ze überhaupt nog zouden krijgen. Want de labeltjes gingen er ook uit. En de reviews waren ook niet al te best. Dus toen kwam ik hem bij de HEMA tegen. Het is dus een apparaat waar je zelf labels mee kan maken. Je krijgt hier een tapeje. Dat tapeje moet je hier doorheen doen. En dan kun je dus zelf je labels maken. Er zit nu een ring op met hoofdletters. En je krijgt ook een ring met kleine letters. En dan is het heel makkelijk
kijk, hier aan de achterkant zit zo'n tang. En dan kun je het dus zelf je labels meemaken. Er staat ook een kleine beschrijving op de achterkant. Ik heb van die kruidenpotjes en die kun je zelf vullen. Dat is echt heel erg handig. Maar er staat dus niet op wat erin zit. Dus het is wel handig om dat te doen. En nu doe ik het met papier en dat vind ik dan toch netjes. Ik denk het zou veel mooier zijn als je daar een labeltje op kan plakken waar heel strak op staat wat erin zit. En ook wel om gewoon bakken te labelen vond ik dit al heel erg handig. Ik ben wel heel erg benieuwd of dit gaat werken. Het leek me wel leuk om hier ook een extra video over te maken om te kijken of dat het ook daadwerkelijk werkt. Dus ik ben hier zelf wel heel erg benieuwd naar. Je had hem alleen in het grijs. Volgens internet zouden ze ook roze hebben. Die heb ik niet gezien. Het kan ook zijn dat dat bijvoorbeeld geldt voor Hema's die in het buitenland zijn. Maar ik ben in ieder geval wel heel erg blij met deze labelmaker. Het laatste product dat ik bij de Hema heb gekocht, dat zijn ook gelijk de naadvullingen voor de tang. Bij de Hema hebben ze die gewoon. Je krijgt in zo'n verpakking dus 4 kleuren. Je hebt dus ook witte tape, gouden tape, zilveren tape en zwarte tape. Nou, zwarte tape zit ook bij de tang zelf. Maar ik vind het wel tof dat je hier dus verschillende kleuren in hebt. Je hebt ook alleen wel 1 set met deze kleuren. Maar ik denk ook dat je ze bij de Hema zult blijven kunnen kopen. Ik zei net dat dit een witte kleur was, maar het is dus een transparante kleur, lees ik net op de achterkant. Ja, je kunt deze dus gewoon weer bij deze tang gebruiken. Dus ik dacht, ja, als ik dan zo'n tang koop, kan ik net zo goed gelijk zo'n navulling met tapejes meenemen. Dus ik ben wel heel erg benieuwd hoe dit allemaal in zijn werking gaat. Dus ik ben wel heel erg blij hiermee. En ik heb ook wel zin om dit allemaal te gaan proberen. Om dan lekker mijn potjes voor mijn kruiden netjes te gaan maken. Dus hier ben ik wel heel erg blij mee. Dan waren dit alle spulletjes die ik bij de Hema heb gekocht. Zoals ik in het begin al zei, het is niet superveel. Ik ben zelf wel blij met de aankoopjes, want ik was hier gewoon naar op zoek. Deze had ik al een tijdje op het oog en die waren gewoon continu uitverkocht omdat het een nieuw concept was. Maar ik heb ze eindelijk kunnen bemachtigen. En ja, ik heb wel zin om de producten ook lekker te gaan gebruiken. Ik vond het in ieder geval heel erg leuk om weer eventjes een keertje bij de Hema te neuzen. Vooral als je ook echt een beetje een doel hebt van ik zou dit graag willen hebben of ik zou dat graag willen hebben. En je slaagt dan, is dat echt super fijn. Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat jullie het leukste item vonden wat ik bij de Hema heb gekocht. En of je zelf graag bij de Hema komt. Vind je het leuk om daar ook te neuzen? Of is het een type winkel die je liever overslaat? Dat kan natuurlijk ook. Laat het zeker even weten bij de comments. Vind ik altijd wel leuk om te lezen. Ik hoop in ieder geval dat je het weer leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken of op mijn kanaal zelf. Daar staat een rode button. Daarnaast staat ook een belletje en als je die aanklikt krijg je een melding zodra ik een nieuwe video heb geüpload. Vond je deze video leuk, doe dan zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken en hoop ik je bij een volgende video weer te mogen zien. Doeg!